Colombia. Een land van wereldberoemde koffie. Het gebied waarin die wordt geteeld is van een onschatbare waarde voor de fauna en flora. De zogenaamde koffiedriehoek in Centraal Colombia is dan ook een van de mooiste natuurgebieden ter wereld. Niet voor niets werd deze regio door UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed. De Colombiaanse overheid zet er volop in op ecotourisme en natuurbescherming. Die twee thema's zijn met elkaar verbonden zoals een Siamese tweeling. Dit prachtig stuk natuur ligt midden in de uitlopers van het Andesgebergte. Er leven hier meer dan 1900 soorten vogels. Zo'n 80-tal is endemisch en komt dus enkel hier voor. Een waar paradijs voor vogelspotters. We volgen het spoor van Guy Marchal en Rita Plasman. Gewapend met foto- en videomateriaal brengen deze gepassioneerde vogelaars de rijkdom van dit gebied in beeld. Het Tinamú natuurreservaat ligt tussen de steden Medellín en Pereira. De naam verwijst naar deze kleine Tinamú. Het zijn grondvogels die weinig vliegen. Ze leven op de bosbodem en voeden zich vooral met zaden en insecten. En het mannetje broedt de eieren uit. Maar een groepje grijskopduiven komt hier de rust verstoren. In Colombia leven zo'n 38 soorten duiven, zoals ook deze blozende grondduif. Wat verder spotten we een koppeltje geoorde treurduiven. En die zijn druk bezig met het zorgen voor hun nageslacht. In het Tinamú-reservaat legden de lokale natuurgidsen meerdere voederplaatsen aan. Dit zijn de perfecte hotspots om heel wat soorten vogels voor de lens te krijgen. Er staat vooral vers fruit op het menu. Het is hier dan ook een drukte van je welste. Vogels van diverse pluimage, de ene met al wat meer kleur dan de andere, komen even poseren voor de camera. Er leven hier ook opvallend veel tangara's. Van deze prachtige zangvogels werden in Colombia zo'n 170 soorten geregistreerd. Dat is de grootste populatie wereldwijd. Tangara's komen alleen maar voor in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, waar ze opvallen met hun prachtige zang en gevarieerde kleurenpracht. Plotseling neemt een eekhoorn de voedertafel in beslag. Deze roodkruinspecht trekt zich daar echter weinig van aan. Dan neemt een groepje blauw-grijze tangara's plaats aan het buffet. Ze leven in open habitats en aan de rand van halfvochtige bossen. Een koppeltje palmtangara's sluit bij het gezelschap aan om een banaantje mee te pikken. Maar dat is niet naar de zin van hun blauwgrijze soortgenoten. Ook in het vogelrijk geldt blijkbaar een hiërarchie. Zorgen voor jongen is belangrijk om de eigen soort in stand te houden. Dat geldt niet alleen voor deze blauwgrijze tangara's.
Ook een koppeltje saffraanvinken is druk in de weer met het voederen van haar kroost. De saffraanvink dankt haar naam aan het saffraankleurig kroontje dat vooral op de kop van de mannetjes zichtbaar is. Na de rui kleuren ook deze jongen knalgeel, net zoals hun ouders. Meer aan de rand van het Tinamou Natuurreservaat spotten we een koppel zwartoorpapegaaien. Ze worden ook wel zwartoormargrietjes genoemd. Maar geef toe, de Engelse naam Blue-Headed Parrot klinkt veel logischer. Deze papegaaien leven op een hoogte van zo'n 1200 meter en voeden zich hoofdzakelijk met zaden en granen. Om het gif in deze zaden te neutraliseren, eten ze regelmatig wat klei die ze ophalen aan de oevers van de riviertjes. De Andis motmot leeft in de dichtbeboste delen van het regenwoud. Met hun gekartelde bek voeden ze zich vooral met kleine prooien zoals hagedissen en insecten. Motmots zijn prachtige vogels. Ze komen uit dezelfde familie als de scharrelaars en de bijeneters, die ook in Europa voorkomen. Deze streepkuif mierklauwier is een endemische soort. Hij leeft in de dichte bossen van Midden- en Zuid-Amerika en behoort tot de schreeuwvogels. Een knevelbaard koekoek voor de lens krijgen is geen evidentie. Ze komen enkel voor in Colombia en Venezuela. Deze koekoek voedt zich met kleine insecten, gevangen in de vlucht of opgescharreld tussen het gebladerte op de grond. Broeden doen ze in holen van wel een meter lengte. Ook spechten zijn holenbroeders. Ze maken hun hol door met hun snavel in bomen te kappen. Om hun hersenen te beschermen, hebben ze een soort schokdemper in hun kop die de klappen opvangt. Eenmaal hun jongen zijn uitgepikt, komen er drukke tijden aan voor de oudervogels. Ook voor deze prachtige olijfrugspecht en zijn hongerig jong. Ze voeden zich hoofdzakelijk met insecten, maar ook met fruit en nootachtige vruchten. Deze eikelspechten danken daar trouwens hun naam aan. Ze leggen een voorraad eikels aan in bomen en holten. Het zijn ook sociale dieren die in grotere groepen leven en voor elkaars jongen zorgen. De roodkruinspecht passeerde al even aan de voedertafel. Maar dieper in het woud gebruikt hij zijn scherpe snavel en lange kleverige tong om insecten los te peuteren. Lijnspechten zijn herkenbaar aan de witte lijn in het verlengde van hun snavel. Met zijn 43 centimeter behoort hij tot de grotere spechten. Ze gelijken echter goed op deze zwartkeelspecht, maar een getraind oog merkt meteen het verschil. Plots is het even schrikken van deze vreemde verschijning. Het is een grijze reuze nachtzwaluw. Deze vogels zijn meesters in camouflagetechniek en nauwelijks te onderscheiden van de boomstam waarop ze zitten. En geef toe, met hun onwaarschijnlijk brede bek zien ze er een beetje schrikwekkend uit. In deze nevelwouden is de flora uitzonderlijk. Een rijkdom aan bloeiende planten en wilde orchideeën zorgt niet alleen voor een kleurrijk decor, maar is ook de bron voor heel wat nectar. En het zijn niet alleen de vogels die daarvan profiteren. De kinkajou of rolstaartbeer is een wasbeerachtig roofdier met een grijpstaart. Hij voedt zich vooral met plantaardig voedsel en fruit. Kinkajous worden ook honingberen genoemd, omdat ze de nesten van bijen plunderen.
Het rijke aanbod van nectar zorgt ook voor een uitzonderlijke populatie kolibries in de regenwouden van Colombia. Er bestaan meer dan 350 soorten. De meeste daarvan komen voor in Zuid-Amerika. Ze leven er in heel wat verschillende habitats, variërend van open plaatsen tot dicht tropisch regenwoud en van zonovergoten woestijngebieden tot het koude hooggebergte. Kolibries worden in het Engels hummingbirds of neuriënde vogels genoemd. Dat verwijst naar het zoemend geluid van hun snelle vleugelslag wanneer ze nectar uit de bloemen likken. Het zijn de enige vogels ter wereld die achteruit kunnen vliegen. Omdat kolibries met hun tong bepaalde bloemvormen kunnen bestuiven waar insecten nooit in komen, leveren ze ook een belangrijke bijdrage voor het ecosysteem. Maar hun vliegtechniek vergt heel wat energie. Daarom moeten ze quasi de hele dag vliegen om voldoende bloemen te kunnen bezoeken. Ze zijn echter heel intelligent en herinneren zich elke bloem waar ze zijn geweest. Daarnaast voelen ze ook aan hoe lang het duurt tot de bloem of plant weer gevuld is met nectar. Maar als het in het regenwoud een week aanhoudend regent, dan sluiten de meeste bloemen hun bloemenblaadjes. Deze prachtige vogeltjes kunnen dan ook omkomen van de honger. Dat is de reden waarom de Colombianen drinkfonteinen ophangen. De felrode kleur en de bloemfiguren zijn er niet zomaar. In de natuur verkiezen kolibries rode of oranjeachtige bloemen. En dat verklaart waarom de meeste drinkfonteinen er zo uitzien. Ze worden dan ook druk bezocht door deze vliegende juweeltjes. Kolibries zijn heel kleine vogels. Hun grootte varieert van amper 5 à 6 centimeter tot iets meer dan 20 centimeter. En ze leggen nog meer indrukwekkende cijfers voor. Zo slaat hun hart tot 1250 keer per minuut en ademen ze in diezelfde tijd zo'n 250 keer. De snavels van kolibries zijn erg verschillend van vorm. Lang of kort, recht of gebogen. De vorm is afgestemd op de bloemvorm die hun voorkeur geniet. Daardoor is er nauwelijks concurrentie tussen de soorten onderling. Onze tocht gaat verder richting de westelijke helling van de Andes. We passeren door het koloniaal stadje Salento. Voor toeristen het kleurrijke hart van de koffiedriehoek. Typische balkonnetjes, gezellige straatsfeer met vooral vriendelijke mensen vormen het decor. Een ideale plaats om even tot rust te komen en te genieten van een heerlijk kopje koffie. Vanuit Salento trekken we richting Cocora Vallei. Die ligt midden in het Nevados Nationaal Natuurpark en strekt zich uit over een oppervlakte van maar liefst 580 vierkante kilometer. De hoogte in de vallei varieert tussen de 1800 en 2400 meter. Het is hier dat de nationale boom van Colombia, de waspalm, groeit. Deze palmbomen kunnen 40 tot 60 meter hoog worden. Ze zorgen voor een landschap dat uniek is in de wereld. Ondanks hun hoogte waaien deze waspalmen niet om. De westelijke helling van het Andesgebergte beschermt hen tegen de strakke wind vanuit de Stille Oceaan. Zo ontstaat hier een bijzonder ecosysteem. Het regent bijna dagelijks. En ondanks de ligging dicht bij de evenaar,
is de gemiddelde jaartemperatuur hier slechts 15 graden Celsius. Hier leeft ook de Andes condor. Het is de grootste gier van de nieuwe wereld. Met zijn spanwijdte van meer dan 3 meter kan hij tot 200 kilometer ver op zoek gaan naar voedsel. Het gebergte wisselt af met uitgestrekte weilanden, ontstaan door landbouwactiviteiten. Vochtige weiden zijn een ideale habitat voor vogelsoorten zoals deze Chileense kieviet. Hij trilt met zijn poten de bodem af, op zoek naar wormen. Ook maskeribissen vinden hier hun specifieke voeding. Ze lusten vooral insecten, wormen en andere ongewervelde dieren. Deze ibissoort is momenteel nog niet bedreigd. In tegenstelling tot hun Europese soortgenoot, de kaalkop-ibis, die voornamelijk voorkomt in Marokko en Tunesië. We trekken verder langs een uitloper op de westelijke helling van de Andes. Een zingende tropische spotlijster trekt onze aandacht. Typisch voor deze spotvogels is dat ze de zang van andere vogels kunnen nabootsen. Wat verderop zit een gladsnavel-ani. Hij behoort tot de koekoekachtigen. Anis leven in groepen en doen bijna alles samen. Deze vogels voeden zich vooral met termieten. Eentje blijft intussen meestal op de uitkijk zitten. Alle vrouwtjes van zo'n groep leggen hun eieren in hetzelfde nest, soms meer dan 25 stuks. En wat bijzonder is, ze zorgen ook allemaal samen voor de jongen. Deze geelkop caracaras zijn valkachtige roofvogels. Het zijn aaseters, maar ze jagen ook op kleinere vogels en insecten. In de broedtijd dulden ze geen gezelschap van andere soortgenoten. De roodkraaggors blijft dus beter uit de buurt. Deze soort komt hier vrij algemeen voor. Ze worden ook wel eens Andesmussen genoemd. Ze gelijken immers wat op onze mussen. Het zijn goede zangers en ze zijn ook redelijk tam. In het struikgewas maakt een koppeltje Caribische tropialen veel drukte. Het lijkt erop dat ze onze aandacht proberen te trekken. Maar snel wordt duidelijk waarom. Het is een afleidingsmanoeuvre om hun jong te beschermen. We dringen verder door in het regenwoud en bevinden ons nu op een hoogte van zo'n 2000 meter. Een vreemd geluid trekt onze aandacht. Het is een koppeltje witwangbergtoekans. Ze leven in vochtige hooglandbossen. Ze zijn aan het balsen en op zoek naar een geschikte nestplaats. Witwangbergtoekans zijn holenbroeders van zo'n 43 centimeter groot. Ze maken hun nest in bestaande boomholtes. Het is een bijna endemische soort. En zelfs hier zijn ze eerder zeldzaam. Toekans danken hun naam aan het woord Tucano, dat hen werd gegeven door de Tupi-Indianen van Brazilië. Ze voeden zich hoofdzakelijk met fruit, maar in het kweekseizoen lusten ze ook wel insecten en kleine reptielen. Het tropisch regenwoud sluit dan ook perfect aan bij hun dieet. Dit Cauca-Chaco-hoen is een bedreigde endemische soort in Colombia. Hij werd
werd pas rond 1911 ontdekt door een Amerikaanse zooloog. Het zijn echte bosvogels die zich vooral voeden met zaden, vruchten, bladeren en insecten. Ze komen nu enkel nog voor in bosreservaten. De populatie werd in 2016 door BirdLife International geschat tussen de 350 en 1500 vogels. Habitatverlies door ontbossing zou de grootste oorzaak zijn. Om deze redenen staan ze dan ook op de rode lijst van de Internationale Unie voor Natuurbescherming. Mistige nevel en vooral gietende regen zijn een doorn in het oog van vogelspotters en fotografen. Maar in het tropisch regenwoud is dit van essentieel belang voor de bodem en de flora. Zo'n vochtige bodem is ook de habitat van deze cayennebosral, een vogel van dezelfde familie als het waterhoen en de waterral bij ons. Het zijn monogame vogels en ze voeden zich met diverse weekdieren en zaden. Aangezien ze op verschillende hoogteniveaus kunnen overleven, zijn ze niet echt bedreigd. De riviertjes die door deze nevelwouden lopen, vormen de thuis van deze endemische witkop waterspreeuwen. Ze zijn afhankelijk van snelstromend helder water, waarin ze op zoek gaan naar week- en schaaldieren. Ze vinden die onder stenen en puin van de rivier. Waterspreeuwen maken een karakteristieke knikkende beweging. En net zoals bij eenden, worden hun veren onder water beschermd met een dunne film. Het is duidelijk dat de Colombiaanse koffiedriehoek met de uitlopers van het Andesgebergte een echt vogelparadijs is. Uniek op onze planeet. Het is een smeltkroes van biotopen met een rijke fauna en flora. Ideale habitat voor heel wat vogelsoorten.